Kijk, hier mag die 30. Soms hier mag die 30. Nu zal ik ongeveer bij 60 of 35 seconden in dat piepje krijgen, dan kan ik hem afbreken. Kijk, het mooie van de video-auto is dat we nu ook kunnen zeggen van dat hij zegt, ja, net op dat stukje reed ik te hard. Nee, we kunnen waarnemen, we kunnen gewoon zijn gedrag zien, dat hij gewoon stelselmatig te hard rijdt. Dus hij kan zometeen niet met een verhaal komen van, ja, maar ik haalde er even in en toen ik jullie inhaalde, toen reed ik alleen te hard. Nee, hij rijdt gewoon overal te hard. Hier zit de stopbord in, aan deze kant. Oké. Als je jou ziet. Ja. Dat ziet hij. Kijk, heb je toch een dik 100 erop. 97. 97. 37%. Kijk, dit haalt de gemiddelde snelheid heel erg naar beneden, hè? Nou, toch 70 in een plode klok. Ondanks dat je hier een haakse bocht erin hebt. Ja. Kijk, kom weg van rechts. Kijk eens, gelijkwaartse kruising. Die passeert ze dus gewoon. Die kan je niet zien, hè? Die kan je niet zien, hè? Hier rijden ze dus gewoon weer met 70 langs. Kijk, en zoiets bereik je natuurlijk niet met een opvallende auto, hè? Dan lukt dat gewoon niet. Dan had ze al gelijk vanaf Kampen had ze kalm aan gedaan. Dan ziet ze de politie en denkt van, oeh, even kalm aan doen. Komt hij mee, keert hij voor mij. En dat is mooi dus van de video. Je kunt inderdaad vastleggen, nee, je rijdt gewoon niet eventjes te hard, je rijdt gewoon constant kilometers. Te hard. Kilometers. Ja.